Deze nieuwsuitzending is niet voor het publiek. Deze nieuwsuitzending is uitsluitend voor mijn kind. Mensen die mij kennen, die weten hoe ze heet. Ze heeft mooie lange benen, net als haar moeder. Ze is een brunette, net als haar moeder. En ze heeft een huid die er zonder panty om haar benen of make-up op haar wangen eruit ziet als albast, denk ik. Zo heet dat. Je kan ook zeggen marmer. Het is een witte. En een eerlijke. Ze heeft mij nooit bedrogen. Ik beschouw haar als een van de mensen die jonger is dan ik. En dat is ook zo. Ik was 40 toen ik haar kreeg. Oh, wat een plezier. Wat een last. Wat een werkelijkheid het was om voor haar te kunnen, mogen en moeten zorgen voor haar. Ik heb haar verteld dat filosofie en geloof en al die meuk, dat moet je kinderen niet voeren voordat ze de volwassenheid bereikt hebben. En zij dacht, oké, pap, dus voor mij geen ballerina's aan mijn sterfbed. Of woorden van gelijke strekking. Laatst heeft ze mij nog verteld dat ze atheïst is. Dat is haar keuze. Ik maak me daar geen zorgen over. Ik richt dit woord aan mijn kind. En jullie gaan luisteren. Want waarschijnlijk zijn jullie zelf ook allemaal atheïst. En dan ben je dom. Nou, mijn dochter heeft een wil om niet beschouwd te worden als dom. En daar hou ik haar aan. Dus gaat ze maar gewoon begrijpen waar het allemaal over gaat. Ik zit hier in mijn lullige flat van 300 min zoveel euro vanwege de huur, de korting of zo. Gelukkig te wezen. En waarom eigenlijk? Vroeger had ik een Opel Senator. En mensen dachten dat dat een Maserati was. Het was geen Maserati, het was gewoon een Opel. Iedereen was jaloers op mij. We hebben ook nog bouwvakkers, ze hebben een sleutel op het ding gemapt. Er zat een deuk in, jongen. Ja, jij rijke klootzak, ik map eventjes mijn Engelse sleutel in je, want je bent een lul. Ja. Wraak nemen op koning Willem-Alexander.
Terwijl ik hier zit in een flat en dat kost mij 300 minder huurdinges. Denk je dat dit lijkt op Fort Alexander of zo? Nee, natuurlijk niet. Ben ik zo rijk als Willem-Alexander? Nee, ook niet. Ik ben wel veiliger dan hem. Dus ben ik rijker. En hoe komt dat? Lieve kind, dit is direct aan Nina. Lees met me mee. Ik zal als eerste Genesis 1 vers 1 doen. Daar staat hij. In the beginning, God created the heaven and the earth. Hier staat enkelvoud. Je kan ook zeggen the heavens. Dat komt later in het boek. Maar niet in het begin. De hemel en de aarde. Ik heb hier mijn Nederlandse vertaling ook nog om de hoek liggen. Zo is het. Dit is geen geintje wat ik tegen jou zeg. Hier kan je geen ruzie over krijgen. Hier staat de consensus. En die is moeilijk. Het is moeilijk om te accepteren dat er een woord is dat voor alle mensen geldt. Ik weet dat ze met dit woord er vandoor zijn gegaan. Dat noemen wij de katholieken, de globalisten, de mensen die in dit woord goud zien. Dat is jammer op een bepaalde manier. Het is ook niet jammer. Want als jij, lieve kind, snapt wat dit vers zegt en dat je existeert, dat je uitstijgt boven jezelf, dan was alles voor iets geweest. En helaas hebben die katholieken 500 miljoen, CQ 1 miljard, nou eigenlijk wel meer. In Irak was het al 1 miljard. Of 1 miljoen, nee 1 miljoen was het. Tel. Alles bij elkaar. Pak hem af. Neem hem beet. En dat is kut. De familie van jouw moeder heeft heel veel ruzie gehad over de Bijbel. En je moeder dacht dus, de Bijbel, dat is dus een ruzieboek. Dat is niet zo. Wat hier staat in het eerste vers van Genesis. Eerste hoofdstuk, eerste vers. In het begin creëerde God de hemel en de aarde.
Met God begon de tijd. Toen God de hemel en de aarde maakte, toen ging de klok tik, tik, tik. En God had 6 stappen nodig. En toen was die bek af. En heeft hij ons gemaakt op de 6e dag. Dat klopt, mijn lieve kind. Weet dat ik... Ja, ik ken geen mensen die echte nono's zijn. Behalve dat ik gehoord heb van Adolf Hitler of Adolf Hitler. Of die paus die je nou hebt, die Franciscus. In mijn naaste omgeving ken ik niet echt nono's. Wel zitten daar mensen tussen die geen boeken hebben gelezen en zich te buiten gaan aan fysiek geweld. Gewoon gek zijn. Ik behoor niet tot die groep. Ik weet waar ik het over heb. Toen ik 12 was, en dat ben jij ook geweest, poepiedoepie, 6 jaar terug ongeveer. Toen heb ik de Bijbel gelezen. En ik snapte dat het waar was, is en zal zijn. Je leeft hier in een creatie. En aan die creatie ging een creator vooraf. Dat is de wet van oorzaak en gevolg. De wet van oorzaak en gevolg kan niet bewezen worden, terwijl dat wel degelijk een synthetische uitspraak is. Want waarom zou een oorzaak verbonden zijn met een gevolg? Als je je taal ontleedt, mijn lieve kind, dan zie je het grote wonder. Weet je nog dat ik jou verteld heb dat die 2 ratjes, dat was Plato en Socrates, die zaten in mijn kast te rommelen. En toen ik ze gevonden had, heb ik heel voorzichtig die bovenste lade open gedaan. En Plato of Socrates, die ene stond tegen de rand van de la en die andere die zat eronder en ze waren allebei verstijfd van schrik. Zo bang was ik ook toen ik op latere leeftijd, toen ik je moeder al kende, een paar maanden, toen ik inzag wie of wat God was. Ik heb mensen ontmoet en die noemden God een klootzak. Die mensen heb ik liever dan de mensen die zeggen alles is toevallig. Want het is niet toevallig, mijn lieve kind. Ik moest zijn wie ik was. En dan ben ik maar moeilijk voor mijn omgeving, met mijn woord of whatever. Omdat ik de afwas niet goed gedaan heb. Iedereen tatte de tatte de tat. Ik moest er zijn. Jij ook.
En jouw vriendinnen ook. En jouw vrienden ook. En hou goed rekening met het feit dat dit eerste vers waar is. Jij bent net... Praat ik ook voor mezelf. Hè? Wij mensen zijn als een dynamo op je fiets, snap je? Hè? En je maakt licht, je geeft inzicht. Ja, en er moet iemand zijn die op de trappers trapt om dat wiel in de ronde te laten draaien, zodat jij als dynamo kan gaan draaien en dat jij een lucifer bent. Om het maar even op zijn katholiek te zeggen. Een lichtbrenger. Iets moet jou aanvoeren. Dat kan niet anders. Het lot van de atheïsten is hetzelfde als het lot van de nihilisten. Want de atheïsten krijgen zo dadelijk oorlog met de nihilisten. En dan wordt het luciferianisme bij ons in de strot gedouwd. Zoals ze de ganzen te vreten gaven in Frankrijk. En ik heb jou meegenomen naar Frankrijk, mijn lieve kind. Niet naar een ganzenboerderij. Wel langs die restaurants met foie de gras. Wat nu verboden wordt door de Europese Unie. En dat is maar goed ook, denk ik. Tenzij je echt van ganzen houdt. Foie gras. En nu komt dus de hot shit. Ben je een beetje klaar, schatje Bouwtje? Heb je genoeg Games of Thrones gekeken? Want daar gaat het om. We pakken weer de King James Bijbel erbij. En dan gaan we naar... En dit is het Oude Testament. Hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Numerium. Nou, ik ga het niet allemaal op lezen. Veel te lezen. Oh, fuck even. Sorry. Even kijken. Want Daniel, die moet je hebben. En Hosea. Echt, die moet je pakken, jongen. Ai, ai, ai. En dan hier is het Nieuwe Testament. Dat lijkt, dat is een stuk minder dik. En dan heb ik het echt over 10% of zo. Dus 90% staat hier boven allemaal. Habakkuk, Nahum, Mika, Jona. Obadiah, wat is dat op zijn Nederlands? Amos is ook wel een... Daniel Hosea. Er zijn heel veel pagina's. Hier krijg je de vier evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Daarna krijg je Handelingen, maar toen was Christus al dood. En dan krijg je brieven. Aan de Romeinen, de Corinthiërs, de Galatiërs, de Efeziërs, de Filippiërs. Dat zijn niet de Filipijnen. Thessalonius. Ik moet mijn eigen Bijbel even bijpakken. Dit zijn allemaal brieven. En dan komt hier dus het toetje. Met een goede Italiaanse maaltijd. Dan begin je met van alles. En dan krijg je uiteindelijk een toetje. Ik nam altijd koffie met grappa. En jij nam dan ijs. IJs, dus gewoon een lange IJs. Iets lekkers. We beginnen gewoon bij een van de vier evangelieën. Dit is Johannes. Ook het eerste vers. Het vierde evangelie, eerste vers. Ik geef je even tijd om zelf te lezen. In het begin was het woord en het woord was
bij God. En het woord was God. Ik weet van jou, mijn lieve kind, dat jij netjes spreekt. Jij doet eigenlijk alles goed. Eigenlijk hoef je helemaal geen Bijbel te lezen. Ik heb jou nooit betrapt op vuiligheid. Van mij mag je dat nummer van Patti Smith gaan zingen, waarin zij zegt dat Jezus is gestorven voor iemand zijn zonden, maar niet voor die van mij. Ja, voor mij wel, hè? Want ik heb een aantal dingen. En jij misschien ook wel, en dat wil ik niet weten. Jij mag van mij Patti Smith gaan zingen. Als je maar weet dat het gaat om je woord. En hoe dat overkomt. Je woord is je instrument voor je schepping. Want een schepper moet jij zijn. Jij bent het evenbeeld van de Heere Heere. Ken je het verhaal van die schepper? En die moest uit niets, moest hij iets maken. En hij dacht van nou, ik heb niets. Ik vind het wel goed zo. Dan ben je geen evenbeeld van de Creator. Jij bent gewoon verplicht. Je bent geroepen om uit niets iets te maken. En hoe je dat doet, mijn lieve kind, ik ben 40 jaar ouder dan jij. Ongeveer precies. Ga ik erbij zijn? Nee, waarom? In mijn rollatorrolstoel, elektrisch aangestuurd, dat ik nog met mijn tong of met mijn neus kan ik een joystick bedienen. Dan ga ik naar het centrum van de stad waar iedereen vergaderd is voor jou. Als een soort Stephen Hawking. Nee. Je gaat het maar lekker zelf doen. En mijn steun heb je niet nodig. Die tijd is voorbij. Snap je? Kijk naar de vogelen des velds. De vogels die je allemaal zo ziet vliegen, lalalala, die zijn allemaal van hun ouders weg. Ze kregen een tijdje, allemaal wurmpjes en zo. En toen mocht het duidelijk zijn. Dat je wurmen moet zoeken. En dan de deur uit. Klojo. Er zijn gevallen bekend. Dat moeders gewoon echt met toestemming van papa gewoon zo'n kleintje uit het nest geduwd hebben. Nou, jij hoort daar niet bij. Naar mijn idee vlieg je al. Ik hoef jou het nest niet uit te duwen. En hou rekening met je waardigheid. Wat hier staat, ook in het tweede vers, hetzelfde was in het begin met God. Oftewel, God was het woord. Jouw woord maakt alles. Met je woord creëer je. En dat kan je doen ten goede en dat kan je doen ten kwade.
kies maar wat je wil. Allebei is even goed. En uiteindelijk komt het goed. En jij bent een schat van een kind. Echt. Ik heb er helemaal niks tegen jou in te brengen. Ik kan je alleen maar confronteren met hoe het is. Gospel of Thomas. Dit is niet Bijbels. Dit is niet. Het is niet eens. Ik heb je dit voorgelezen. Nag Hammadi. Ze hadden echt een kijk hoor. En tot rust komen. En jij moet ook een hele hoop doen. Dat snap ik ook nog. Toen ik 18 was, was ik ook een wilde bras. Logion. Nou, zeker. Het gaat erom dat het toch goed komt. Wat er ook maar gebeurt. Jeetje. Wat staat hier nou? De blads. Het is Leighton en Dores. Ik pak die middelste als eerste. Jezus. En Jezus was God. Dus God heeft gezegd. Blessed is the lion that the human being will devour so that the lion becomes human. And cursed is the human being that the lion devours and the lion will become human. Die andere lees ik ook voor. In de blads staat het. Bladsen. Christus Jezus heeft gezegd. Blessed is the lion which the man eats. And the lion will become man. And cursed is the man whom the lion eats. And the lion will become man. De laatste, die is ietsje langer. Jesus says, blessed is the lion which a man eats so that the lion becomes a man. But cursed is the man whom a lion eats so that the man becomes a lion. Die laatste vind ik niet eigenlijk. Zou ik moeten controleren? Want waar dit om gaat, naar mijn mening, dat zie je in deze staan. The lion will become human. The lion will become man. Hier staat iets anders. Jij mag kiezen wat voor jou waar is. Christendom is voor mensen met gevoel voor taal. Op zijn Nederlands, ik heb dit jou voorgelezen, maar op zijn Nederlands zeg je, gezegend is de leeuw die opgegeten wordt door de mens. Want de leeuw wordt dan mens.
Vervloekt is de mens die opgegeten wordt door de leeuw. En de leeuw wordt mens. Wat hier bij de bladsvertaling staat. Dat is hem. Die klopt. Dit is heel mooi. Dit gaat voorbij een sprookje. Dit is een parabel. In die tijd dat Jezus sprak, was het niet zo dat de mensen de hele tijd opgegeten werden door de leeuwen. Laat dit even op je inzinken. Christus Jezus, degene die verantwoordelijk is, die verantwoordelijk gehouden wordt voor deze woorden, praten geen poep. Dat laatste was straattaal. Ik zeg het maar gewoon tegen jou, lief kind, dat je het weet. Jezus heeft de leeuw gebruikt voor een verhaal om iets diepers klaar te maken, helder te maken. Mijn vertaling is gezegend. Blessed is de leerling. De leeuw maken we een leerling. Sorry voor mij. Een leerling. Die een lesje geleerd krijgt van de leraar. Want de leerling wordt leraar. Zo is dat. De ene mens, de andere mens iets leert, dan is de domheid van die andere mens voor eeuwig voorbij. Dan is die dood. Dan is die leerling opgegeten. En die wordt dan zelf een leraar. En vervloekt is de leraar die een lesje geleerd krijgt van zijn leerling. Die heb je vast meegemaakt. Ik weet het zeker dat jij leraren hebt meegemaakt en jij leerde hun de les. Zij waren vervloekt. Jij wordt nog steeds leraar. Dag lief. Hey Perry. Hoi. Neem ik toevallig voor zekerheid een boordmachine mee? Nou. Als dat geen moeite voor jou is. Dat is heel zwaar. Ik kom morgen naar jou. Ik neem eerst de gereedschappen mee die ik verzonnen heb. Want ik ga het doen. Ja? Okay. Ja. Tot morgen, ciao. Bis morgen, ciao. Ze belt wel vaker. Begrijp dit goed wat Christus hier zegt. Wat uit zijn naam is opgeschreven. Het is een onthechting van onszelf aan de werkelijkheid. Want de werkelijkheid, daar heb je helemaal niks aan. De werkelijkheid bestaat uit eikelino's en eikels. En als je je btw op tijd betaalt,
als ondernemer? Heb je nog een schijn van kans? En voor de rest helemaal niet. En die lui, dat zijn de leeuwen. Dat zijn de predators. En wij moeten die predators, die predators, die roofmensen, opeten. En dan worden zij net als wij. Wat we ook kunnen laten doen, is dat zij ons opeten. Dat is de tweede. And cursed is the man whom the lion eats. And the lion will become man. Ja, die tweede is niets. Ja, dat mag ook, vind ik eigenlijk. Heel veel mensen die willen niks weten van boeken en doen alsof ze iedereen de les kunnen lezen. Dus zij zijn leraren die niks te vertellen hebben, want ze spreken alleen maar vanuit, weet ik veel wat, levenservaring. En toch zullen de leerlingen leraren worden. Misschien krijg je wel de slimste mensen door ze de domste leraren te geven. En jij wil een domme leraar zijn? Ik ken het verhaal van een vrouw en die schopte haar kind. En dat kind dat viel dan op de keien. Oh mama, je hebt me geschopt. En die moeder zo van, ja, maar je liep ook in de weg. En dat kind van, ja, je had toch om me heen kunnen lopen. Maar dat zei dat kind niet. Die lag alleen maar op de grond. Zo gaan die dingen. En misschien is het wel zo dat je van dat soort domme leraren juist het slimste wordt. Omdat je zeker weet dat als je zelf ooit een kind zou krijgen, mijn lieve kind, dan zou je dat nooit schoppen. Omdat het kind een stoeptekening aan het maken is. Jij zou toch wel de moeite nemen om, net als ik, even te buigen en te kijken hoe de stoeptekening eruit zag. Daar ga ik van uit, mijn lieve kind. Want jij was het die in je maag getrapt werd. En jij was het die gehuild heeft. Dus, lieve kind, op zijn hamburgers. Ik heb zo heel veel van die nieuwsuitzendingen gemaakt. Maar op zijn hamburgers zeg ik dan, tjus, en dag lieverd. Binnenkort word je 18. Wauwie, dat wordt feest.